hier doorheen er is. Ja. Iets verder is, gaat dan hoef ik het niet zo ver weg te schrijven. Zo, ik heet u van harte welkom in Abrahams Mosterdmakerij Annex Restaurant. Dit is de afdeling azijnmakerij. Hier is vroeger ook azijn gemaakt, maar ik maak geen azijn meer. Want als ik azijn zou maken, moet er binnen 3 jaar op het hele gebouw een nieuw dak. En dat kan niet uit, dus ik maak geen azijn meer. Er komen heel veel zuren en gassen bij vrij. En die eten als het ware gewoon dit dak op. En bovendien, het ruikt ook verschrikkelijk sterk. Dus als u in het restaurant zit, is het ook niet echt prettig. Maar de opstelling is nog zo als het vroeger was. Dus ik kan er nog het een en ander van vertellen. U ziet daar 4 vaten. In het bovenste vat kwam water met alcohol. En waarom spreekt sommige mensen dan altijd zo goed aan? Azijn is ook lekker. Water niet, maar. Azijn is ook lekker. De alcohol bedoel ik dat dus ook. En de alcohol werd meestal uit suikerbieten gewonnen. En dan op 14% basis. Dus 14% alcohol. En dat mengsel werd dan versprenkeld op de onderste 3 vaten. En dan ongeveer met 1 liter per half uur per vat. In de onderste 3 vaten zaten beukenhouten spaanders. En waren van beukenhout. Die bleven goed openstaan als ze vochtig werden. En er zit een bacterie op die de alcohol omzet naar azijn. Boven en onderste 3 vaten zit een pijpje. Daar valt een mengsel op. Daardoor draait het pijpje rond. Zitten allemaal gaatjes in. Zodat het goed over het hele vat werd verdeeld. En door de zuren en gassen die erbij vrijkwamen. En zo'n drukvatje als daar hangt. Werd het mengsel ook weer omhoog gestuwd. En liep ook weer naar beneden. Zodat het een roterend systeem was. En dat lieten we dan 72 uur staan. En dan hadden we na 72 uur azijn van ongeveer 12%. Dus 12% zuurtegraad. En 12% azijn is niet geschikt voor consumptie. Want dat is schoonmaakazijn. Zou ik als ik u was niet denken, de schoonmaakazijn die ik in de winkel koop, kan ik wel verdunnen en dan gebruiken voor consumptie. Want daar doen ze tegenwoordig chemische middelen in. En dat lijkt me niet lekker. En niet gezond natuurlijk. En als wij dan 12% azijn hadden, ging het naar die meneer die daar op die zwart-wit foto staat. En die bepaalde in zijn laboratorium de zuiverheid en de juiste zuurtegraad. En die verdunde het dan naar 7 of 4%. 7% is inmaakazijn en 4% is consumptieazijn. En heel vroeger hielden ze altijd de 12% vast. Voor de schoonmaak. En de 4% voor consumptie. En dan hadden ze 2 van dit soort flessen in de kast staan. Maar ze hadden geen etiketjes. Dus gebeurde het regelmatig dat ze de verkeerde fles pakten. En dat over het eten deden. En dan was het eten niet meer te eten. Want zoals wij Gunningen zeggen, dat is nooit te vreemd. Mogen jullie niet zeggen van je moeder hoor. En dan hebben ze bedacht, dan moeten we aan de consumptieazijn maar een kleurtje geven. En dat is dus dit geworden. En dat is bruin. En is mijn vraag altijd, heeft u een vermoeden wat men het doordeed, zodat men een kleurtje aan de azijn had? Rood. Nee. Geel suiker. Zee? Gele suiker. Nee. Rooslooien. Ja. Het is wel zoet. Stroop. Stroop. Nee. En wijn is zonder, meneer. Dan kun je beter zo opvullen. Nee. Olie. Nee. En varianten van deden we vroeger wel bij het koffie zetten in. Buisman. Buisman, ja. Suiker. Buisman is dus gewoon verbrande suiker. Ja. Nou, als je suiker gaat verwarmen, gaat het karamelliseren. Nou, karamel erin. Ja, kleurtje aan azijn. En er is een leuke bijkomstigheid. De azijn is ook wat zachter van smaak. En zoals Buisman, ik heb verschrikkelijk veel gebruikt. Maar nooit voor het koffiezet. Want dat was verkeerde zuinigheid. Ze zei dat de koffie er lekkerder van was. En dat ze wat minder koffie kon. Nou, ik vind van niet. Ik maakte vroeger verschrikkelijk veel gehaktbalm. En als je veel paar duizend gehaktbalm op de dag moet braden, is geen doen.
grote ketel, water erin en de kook erin. Buisman erin, goed roeren. De rauwe hardballen erin, ze werden mooi gaar en ze werden mooi bruin. En als moeders vroeger een jus had, wat bleek was, zat paard te schelden, dat er geen jus was. Nou, als ze gewoon was, deed ze een beetje buisman erin, want het werd heel mooi bruin. En in azijn kun je van alles bewaren. Ik heb hier een pot en dat zijn tomaten. En die pot is van 1984. En daar merk je niks aan. Als ik hem open zou maken, zou ik ze kunnen opeten. Doe het niet, want het is de enige pot die ik heb. En bovendien, tomaten vind ik ook niet lekker. Dus laat maar mooi staan. Maar ik weet dus 100% zeker dat ze goed zijn. En ik heb daar andere voorbeelden staan. Kruiden, appelsijn. Onder andere peterselie, basilicum, selderij. En nog een aantal. En dat kunt u thuis ook doen. U neemt gewoon de kruiden, wat u maar wilt. Zet ze op 7% azijn. En dan heeft hij na 3 weken een azijn met een smaakje. En met nadruk op je. De kruiden geven na 3 weken geen smaak meer af. En u kunt er in 1 keer niet genoeg in doen dat er genoeg smaak aan komt. Want als u er meer smaak aan wilt hebben, kruiden eruit halen en weer nieuwe in doen. En dat minstens 4 à 5 keer herhalen. En dat kan ook eenvoudiger. Met die kleine flesjes die daar staan. En dat zijn extracten. En dat is gewoon toevoegen, roeren en het is gelijk klaar voor gebruik. En wel zo makkelijk natuurlijk. Dit was de afdeling azijnmakerij. Heeft u hier nog vragen over? Wanneer heeft u voor het laatst gewerkt? Dat is ongeveer 21 jaar geleden. Maar we hebben maar 2 keer azijn gemaakt hier. Toen viel de eerste gaten al in dak. Dus geen azijn meer maken. Het was ook niet vol te houden hier. Verder nog vragen?